Wacht, voordat je deze aflevering kan bekijken, moet je eerst de Halloween special hebben gezien. Klik op de link hierboven. Hierboven, daarboven. Die kun je hier ergens vinden. Klik hier ergens. Ja, dit ging niet zo soepel. Een heks. Doei. Waar is trouwens die Sophie? In de wei. Ze zag iets, dacht ik. Oh, oké. Sophie, kom eens hier. Maar ik moet... Je moet hier komen. Die Julia is helemaal verdiept in haar boekje daar. Kun je kijken wat erin staat? Waarom kijken jullie zelf niet dan? Ja, we gaan dus echt de blauwvrije zone niet uit. Dit is het boekje. Luna. Waar gaat het over? Het is een dagboek van een meisje genaamd Luna. Volgens mij is haar levensverhaal. Saai. Ja, best wel. Komt er geen liefde in voor? Of iets met roze? Niet voor zover ik kan zien. Later maar.
Sophie. Wat was dat nou wat je in de wei zag? Ik zag een... Waarom praat je met die blauw? Julia? Ja? Welke halster is van die zwarte pony? We hebben geen zwarte pony op stal. Toch? Oh, maar ik dacht... Laat maar. Wat was dat nou? Niks, ik had me blijkbaar dingen verbeeld. Sophie, waar blijf je? Schiet op! Hey, je deed het weer heel goed vandaag. Soms doe je me echt denken na.
Hoi, met Julia. Waar ben je? Ik sta een half uur voor je huis. Op stal. Wat doe je zo vroeg op stal? Vroeg? Volgens mij is het al best laat, maar... Ik ben er al een kwartier. Oké, ik ga wel vast klusjes doen. Ook goedemorgen. Volgens mij zijn de pony's van stal gewisseld. Ja. Ik ga de pony's buiten zetten. Ga je nog rijden met Steffen? Ik ga denk ik even buitenrit. Buitenrit? Wanneer gaan we eens echt trainen? Waarvoor zou ik echt moeten trainen dan? Nou ja, misschien dat Stefan niet goed aan de teugel kan lopen, maar je reed vroeger wel heel goed dressuur. Vroeger? Ik ren nu geen dressuur meer. Maar je reed op heel hoog niveau. Je won honderden euro's aan prijsgeld. Sleepless wel... Sleepless is er niet meer. Die tijd is geweest. Sorry, ik bedoel er niks mee. Ik ga wel even wandelen met Stijn. Prima, ik ga op buitenrit. You and I need to talk.